Ondernemers in Vlijmen pleiten voor invoering reclamebelasting. Als iedereen mee gaat betalen, dan hebben wij een groter potje, kunnen er meer dingen georganiseerd worden, waardoor het een bloeiend en levendig centrum blijft. En verder, krompoes is de nieuwste hype in Bakkersland. En de kermis in Sint-Michielsgestel moet mogelijk kleiner. Dit is het DTV-nieuws. Welkom. Maar we beginnen met het nieuws dat de Vughtse wethouder Twan van de Ven vrijdag om privéredenen per direct ontslag genomen heeft. De wethouder van PvdA GroenLinks doet dat naar eigen zeggen vanwege domme keuzes die hij privé heeft gemaakt. Zijn plotseling afscheid heeft hij geheel aan zichzelf te danken, zo zegt Van de Ven in een brief aan de burgemeester en de gemeenteraad. Van de Ven wilde de privéproblemen loszien van zijn werk als wethouder, maar de discussie ging inmiddels meer over hem als persoon dan over zijn werk. Dat is niet in het belang van onze inwoners, verenigingen en bedrijven. En daarmee beschadig ik mijn gezin, mijn partij en mijn idealen, aldus Van de Ven. Hij betreurt zijn vertrek ten zeerste omdat hij als wethouder een aantal belangrijke thema's op zijn bordje had, zoals de discussie over de toekomst van de speeldoos. Van de Ven heeft ruim 17 jaar in de gemeentepolitiek gezeten en was sinds 2018 wethouder. En dan gaan we nu verder met Vlijmen. De voorzitter van de plaatselijke ondernemersvereniging wil het centrum van Vlijmen bloeiend en bruisend houden. Daar heeft hij een opmerkelijk plan voor. En ik kom met een bijzondere boodschap eigenlijk, want ik kom vragen of wij als ondernemers meer belasting mogen betalen. Met die woorden richtte Marcel van Iersel zich namens de Vlijmense ondernemersvereniging tot de gemeenteraad van Heusden. Hij wil dat de kosten in het centrum eerlijk worden verdeeld door middel van reclamebelasting. We hebben hier in Vlijmen hebben ongeveer 60 ondernemers en 19 leden van de ondernemersvereniging. Die betalen eigenlijk alles voor iedereen. De kerstverlichting, de acties enzovoort enzovoort. En als iedereen mee gaat betalen, dan hebben wij een groter potje, kunnen er meer dingen georganiseerd worden, waardoor het een bloeiend en levendig centrum blijft. Dat komt eigenlijk zo omdat we dus geprobeerd hebben om wat van de grond af te krijgen, zodat er heel veel winkeliers gaan meedoen, zodat we een bedrag kunnen binnenhalen, waardoor we dingen dus kunnen organiseren. Maar dat is na een jaar gebleken dat het gewoon niet lukt en dat er heel veel ondernemers niet meedoen, waardoor je natuurlijk uiteindelijk nog niks kunt organiseren. Het geld dat wordt opgehaald kan worden ingezet voor het trekken van bezoekers naar het centrum van Vlijmen. De bewoners gaan hier van zien dat er bijvoorbeeld de aankleding, we gaan meer groen, eventueel kunst, we gaan een nieuwe kerstverlichting, we gaan meer evenementen organiseren. Dus ja, die gaan wel wat meer zien als dat het nu het geval is. Vlijmen is nou heel gezellig en heel bruisend en het is mega druk en het parkeertrein is, dan moet je 20 keer op en neer rijden om een plaatsje zoeken. Maar dat moet over 10 jaar ook nog zo zijn. En wij geloven erin dat het alleen is als het hier gezellig is, als de mensen hier uit de buurt het leuk vinden, af en toe een keer een muzikant rondloopt of een leuk evenementje is, dat ze zo blijven. De hoeveelheid belasting die winkeleigenaren waarschijnlijk moeten gaan betalen hangt af van de WOZ-waarde van de winkel. Voor kleine ondernemingen kan het een extra lastenpost zijn. Ik denk dat dat in principe wel mee gaat vallen. Hè. Je betaalt natuurlijk eigenlijk je WOZ van de winkel. Dus ik denk dat dat wel mee gaat vallen. En ik denk dat we er dan ook weer genoeg voor terug gaan krijgen. Waardoor we weer meer mensen gaan binnenkrijgen die dus weer meer kopen uiteindelijk. Daar gaan we vanuit. Dus ja, dat is wel het proberen waard. Het voorstel wordt 9 november in de raad besproken. Als het wordt aangenomen, wordt de reclamebelasting ergens in 2024 ingevoerd. Door de bouwontwikkelingen in het centrum van Sint-Michielsgestel wordt de kermis mogelijk verkleind. Dit staat in de begroting van de gemeente die donderdagavond in de raadsvergadering werd aangenomen. PvdA, GroenLinks en CDA dienden een motie in om te voorkomen dat de kermis kleiner wordt. Wethouder Bert van Drunen vertelde dat hij al in gesprek is met kermisexploitanten en de horeca om een goede invulling te geven aan de kermis. Ook zei de wethouder dat voor 2024 de kermis nog hetzelfde blijft, maar dat in 2025 de mogelijke aanpassingen komen. De gemeente Heusden is hard bezig met het plaatsen van watertappunten in de kernen. Er staat er nu al eentje op Sportpark De Schroef in Drunen, die op 10 november wordt geopend. Ook is er een watertappunt gepland bij het openbaar toilet aan de Stadshaven en wordt er gesproken over een watertappunt op de Vismarkt. De plaatsing van deze tappunten komt voort uit een oproep van de Heusdense Raad. Ze vinden het plaatsen van de watertappunten horen bij een gastvrije en duurzame gemeente.
Het is een hype op sociale media. De krompoes, een combinatie van een croissant en een tompoes. Ook bij bakkerijen uit onze regio vliegen deze populaire gebakjes over de toonbank. Ja, waarom? Ja, je moet hem eigenlijk even proeven en dan ben je er snel zat achter, omdat het ontzettend lekker is. Zoete kouwen kunnen hun hart ophalen met de nieuwste trend uit bakkersland. De zogeheten krompoes, een combinatie van een croissant en een tompoes. Deze creatie is bedacht door bakkerij Van Manen, die ook een vestiging heeft in het fort in Vught. Hij liep leuk in de winkels, totdat in eigenlijk een half jaar later, pas in september, weer een post werd geplaatst op Insta. Daarop reageerde de dag daarna een bekende Brabantse influencer, Sophie Oersie. En zij had de krompoes gekocht bij bakker Van Manen. En daarna is het balletje gaan rollen. Je kan iets verzinnen, maar als de influencers ermee aan de haal gaan, ja, dan kan het een hype worden. En dat hebben we echt gemerkt. Ja, zeker, het is echt ongelooflijk hoe druk als het hier is. Het is elke dag weer, van dinsdag tot en met zondag, ze blijven komen. Ongeveer 1500 tot 2000 in de week gaan hier alleen in Vught bij ons in de winkel de deur uit. Dus ja, het is ongeveer door de week 200 tot 300 per dag en een weekend meer. In eerste instantie kwamen er vooral jongeren voor het gebakje. Maar inmiddels heeft ook de oudere generatie de krompoes ontdekt. Ik merkte vanochtend ook echt onze oudere klant die er dan ook echt zegt van nou, ik moet hem nu toch een keer proberen. Ook mensen googlen en zien het op TikTok. Er wordt ook heel veel gerepost, er wordt ook veel aandacht gegeven en daardoor krijgen we echt veel aanloop. Meerdere bakkerijen door heel Nederland hebben de trend inmiddels opgepikt. Er zijn ondertussen allerlei varianten bedacht. Zoals de frikampoes, de oliepoes en met het oog op 11-11 de oetelkrompoes. Ja, superleuk. Dat is wel mijn favoriet. Ja, ik hou heel erg van carnaval. Ik woon hier pas 5 jaar, hè, maar die kon ik wel heel erg waarderen. En die zag er ook heel smakelijk uit. Dus heel leuk. Ja, wij zijn vorige week gestart met de gewone krompoes. En toen werd het idee geopperd door Oeteldonk Online dat het wel heel leuk zou zijn als ze met 11-11 en carnaval een oetelkrompoes variant zouden maken. Dus die is er. Die komt er. Nou ja, hier midden in de binnenstad in een bos, Oeteldonk leeft, Oeteldonk bruist, zeggen ze wel eens. Dus wij dachten, nou, de krompoes is een hit, laten we deze even inkopen met z'n allen. Beter goed gestolen als slecht verzonnen, toch? Nou ja, dat. En we hebben er een eigen touch aan gegeven. Vanwege de immense populariteit verwachten de bakkers dat de rage nog wel even aanhoudt. Ik dacht zelf in eerste instantie, dat is een hype, dat verdwijnt. Maar als ik de afgelopen 2 weken kijk naar de telefoontjes en de mensen die binnenkomen, denk ik dat dit iets is wat gaat blijven. We gaan sowieso met 11-11 en dan ook met de carnaval gaan we zeker ook weer in het assortiment doen. En of dat volgend jaar weer terug gaat komen, ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van de vraag. Alle bakkers die liften eigenlijk mee met deze hype en daar zijn we alleen maar heel blij om. Want dat verdienen de bakkers. Het is een mooi ambachtelijk vak. En het is supermooi dat heel veel bakkers daar nu ook even een graantje van mee kunnen pikken, letterlijk en figuurlijk. De speciale oetelkrompoes is alleen verkrijgbaar op 10 en 11 november. En dan nog het weer. Het was vrijdag bewolkt met af en toe wat zon en er stond nog een stevige wind. Het werd een graad of 11. De komende dagen is er meer bewolking en we krijgen ook te maken met buien. Met de wind erbij echt herfstweer dus. Heeft u nog een mooie herfstfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over een debat over het nachtleven in Den Bosch, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Een heel fijn weekend en graag tot snel!